Irene Cara en Fame bij Hymn for the Weekend op RN7. Daarmee zijn we aangekomen bij het gesprek van de dag. Och. En het is al even geleden dat we het gesprek van de dag hebben gevoerd. Maar dat gaan we deze week weer gewoon doen. En normaal gesproken heb ik dan een lijst met 6 onderwerpen bij me die actueel zijn. Gaan we dobbelen en dan kiezen we er eentje uit daarmee. En dan gaan we het even kort over hebben. Ik ben vergeten een lijst te maken. Oh jee. Vandaag. Oh jee. Dus, Dominique, jij bent onze sidekick. Heb jij een idee waar we het even kort over kunnen hebben? Wat een verantwoordelijkheden, denk ik. Ja. Alles wat nu gebeurt, dat is in jouw handen. Gaan we nou echt volop met z'n allen op stap nu, of niet? Wanneer? Ben je bang om iets op te lopen, of niet? Oh. Ben je bang om iets op te lopen? Vind ik een goede vraag eigenlijk wel. Het is nou wel allowed, maar ja, ben je niet bang? Want ja, als je het krijgt, kun je prik ook niet halen. Nee. Dilemma bijna. Nee, ja, klopt. Ik niet, want vanaf 26 juni gaat alles weer open. Dacht ik toch, dat is echt de datum bevrijdingsdag, zeg maar. Maar ik heb dan 28 juni mijn vaccinatie staan. Mm-hmm. Dus dan is natuurlijk nog even 2 dagen wachten. Vind ik een hele goede vraag eigenlijk, want nu ga ik mezelf bedenken. Ga ik in die 2 dagen daadwerkelijk op stap? Ga je aan de lamp hangen of niet? Voordat ik die vaccinatie heb gehad. Mm-hmm. Iedereen is nu een beetje aan de beurt, toch? Ja. Jongeren. Ik denk het niet. Ik denk niet dat ik dat ga doen. Nee? Nee, denk het niet. Ja, het is wel een risico, hè, als je het doet. Ja, want ik wil gewoon die vaccinatie hebben. Ja. En ik heb geen zin om dan iets op te lopen. Weet je, die kans die is er, maar... Breng me wel op een andere vraag. Want stel dat je het wel zou doen, dan kun je, zeg maar... Als je het op zou lopen, hoef je het niet te voelen in die 2 dagen. Ja. Hoe ga je dat dan doen? Want je hoeft geen test te doen voordat je een prik krijgt. Nee, klopt. Maar is dat als jij... dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar als je corona hebt... heeft die vaccinatie dan ook minder werking op het moment of zo? Volgens mij mag je hem dan niet nemen, omdat je dan al antistoffen aan het maken bent. Maar dat maakt verder dus niet echt uit of zo. Als je mensen gaat besmetten, dan wel. Ik denk, kijk, als jij gevaccineerd wordt, dan krijg je in principe een klein stukje van het virus ingespoten. Ja. En ik denk, als jij het virus wil hebben, dan heb je dus eigenlijk des te meer virusdeeltjes binnen. Ja. Dus dat lijkt me dan heb je er in één keer heel veel last van. Nou. Oeh, dat is een goede vraag dit, zeg. Wanneer hebben jullie hem staan? We hebben het net even over gehad. Nog niet, je hebt nog niks ingepland, Dominique? Nee, nog niet. Nee, je hebt hem ingepland? Ja, volgens mij rond de 26, 24 of 26. Oh ja. Juli of juni? Juni. Ah, okay. Ja. Of juli. You know. Of juli. Ja? Ik heb juni. Nee, juni. Juni. Okay. Ja, juni. Wat gaan jullie doen? jongens, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. Ja, dat zeker. Maar... letterlijk en figuurlijk. ik weet het niet. Vind ik heel moeilijk. Ik heb sowieso niks voor die data gepland. Want ik zag wel dat er van alles was. Ik heb wel even gekeken. Maar die kaarten die waren zo snel uitverkocht en zo. Mm-hmm. Uiteindelijk helemaal geen kans gehad. Niet eens geprobeerd trouwens. Maar nee, ik weet het niet. Ja, ik denk dat ik wel een lamp ga hangen. Want ik heb het al gehad. En niet heel lang geleden. Dus als goed is kun je het ook niet zo snel nog een keer krijgen dan. Ik heb zondag de 27e heb ik mijn eerste prik. Oh. Oh, dat is 1 dag voor mij. Dus ik wil daarna gewoon... Nog bij de brak, zeg maar. Ja. Andere klachten. Doe mij wel prikje. Ja. Een kater en dan ook nog ziek worden van het vaccin. Oh, wat heerlijk zeg. Wow. Een hele harde dinsdagdip heb je dan in één keer. Hey, word je groot van, hè? Ja, precies. Ga jij het doen? Jij gaat het wel doen, hè, zei net. Ja. Waar ga je heen en waar verlang je het meest naar dan? Ik weet het nog niet. Ik laat het even op me afkomen. Mijn planning met feestjes is altijd spontaan. Ja. Ik kan echt niet wachten op het moment dat we weer gewoon echt kunnen gaan stappen. En dan, zonder zorgen ook, hè? Precies, als ik gevaccineerd ben, ik gewoon kan zeggen van kijk, ik ben gevaccineerd. Ja. Dan gaan we gewoon naar binnen. Precies. Zonder 1,5 meter, gewoon lekker dansen weer. Zonder moeilijkheden inderdaad, ja. Het is natuurlijk ook zo'n risico. Dan heb je wat gepland, dan doe je even zo'n sneltest. En dan in één keer blijkt je corona te hebben. Ja, zit je daar weer aan vast? 2 dagen later helemaal anders zijn. Ja, dat. En maar dan zit je wel nog in die quarantaine en zo. Dat is allemaal ellende. Allemaal ellende, mag je weer niet prikken. Ja. Ik weet het niet. Misschien wacht ik heel keurig en misschien heb ik in één keer heel veel zin in om te misdragen. Ik heb geen idee. Ja. Ik gok dat laatste. Nee, ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik zit namelijk nu, als ik dit zo zeg, sterk te denken van, nou, zou ik het wel doen, die 26e? Jongens, ik zie jullie volgende week. Dat is volgende week al inderdaad, ja. Ja. Gaat snel. Ja. Goed. Als je van foute muziek houdt, dan moet je vooral blijven luisteren. Want het vergeetmeliedje staat deze week in het teken van foute muziek. Oh, echt waar? Maar eerst gaan we even een tukkie doen, denk ik. Ja, zeker. We gaan naar bed. Met Joe Corrie. Oh! Goed, laatste verhaal.
van een man. Die had onze vorige video gedeeld. En die dacht, nou werd hij multimiljonair. Dat klinkt als muziek in de oren. Ik zeg niet dat het er iets mee te maken heeft, maar ik, ja. Probeer het gewoon. Liken, abonneren, delen met iedereen die je kent. Iedereen. En wie weet,